Hallo je brader Aziza, Rokkemangs. 1 mei vieren wij de dag van de arbeid. Niet alleen in Suriname, maar ook in vele landen. En in Suriname is het een nationale feestdag. Ik zie de arbeider en hun arbeid als de meest belangrijkste schakel in de keten van het economisch proces. Een baan is meer dan een bron van inkomsten. Het is een bron van trots en een bron van zelfrespect. De arbeidende klasse en de bedrijven in ons land bepalen het herstel en de groei van onze economie. Jammer genoeg heeft ook deze arbeidende klasse nadelige gevolgen ondervonden van de COVID-19-pandemie. Wij als regering hebben alles aangedaan om gedurende de pandemie ook deze klasse tegemoet te komen om het leed te verzachten. De pandemie hebben we reeds onder controle. En de rust keert ook terug bij de arbeidende klasse, want dit is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van het herstelprogramma. Het treffen van de herstelmaatregelen heeft misschien niet direct geleid tot welvaart voor u. Maar deze regering heeft wel met het herstelplan grote successen behaald, gezamenlijk met u, om de economie te stabiliseren en een groot aantal schulden ook af te lossen. Maar ook om een positieve financiële kas over te houden. U moet het zien, net als een vader die een huis met kinderen overneemt, waarbij op dat huis grote schulden staat en het huis zelf als onderpand dient. De vader die zijn kinderen een goede toekomst wil garanderen met behoud van dat huis, gaat met de schuldeiser een schikking treffen, een regeling treffen om deze schuld later af te lossen. Bereikt hij dat, dan gaat hij met zijn inkomsten het huis renoveren en de schulden later aflossen. Maar ook dat de kinderen ontwikkeling krijgen en trotse, waardige, productieve burgers worden en ook een eigen huis en een gezin kunnen stichten en ook onderhouden. Dit is een voorbeeld hoe het proces van herstelplan van de economie werkt. En dit herstelplan moet ons leiden naar een betere verdiencapaciteit, waardoor kinderen, arbeiders meer koopkracht kunnen hebben. En als we straks onze olie- en gasinkomsten hebben, kunnen wij een sterkere koopkracht bereiken. Voor het totale volk, ook voor u, maar ook vooral voor behoeftigen, waaronder alleenstaande moeders, weeskinderen, gehandicapten, gezondheidszorgmedewerkers, maar ook voor onderwijs en woningbouw kunnen we meer gaan uitgeven. Soms lijkt de vader streng, omdat hij bezuinigt, maar dat doet een goede vader altijd, omdat hij van zijn kinderen houdt. Een goede vader herstelt zijn huis en bezorgt de kinderen een goede toekomst. Daarom vraagt de vader deze regering, ik, begrip aan de kinderen voor zijn goedbedoelde strengheid, maar garandeert wel een goede toekomst door met ontwikkeling en straks ook met de olie- en gasinkomens de kinderen, het volk van Suriname, naar welvaart te leiden. De herstelfase is inmiddels voorbij. Nu zijn we in de stabilisatiefase, maar u heeft de afgelopen tijd ook kunnen merken dat de prijzen in de winkels stijgen en dat ook de olieprijs omhoog is gegaan. Dit is echter een wereldwijd geval waarbij heel veel factoren een rol spelen. Een van deze factoren is nog gaande, namelijk de oorlog in Oekraïne. De wereld wordt op dit moment zwaar getroffen door vele factoren. Maar wij als regering zetten Suriname op nummer 1. Waarbij we doorgaan met de stabilisatiefase en blijven kijken naar hoe wij jullie allen tegemoet kunnen komen en verlichting kunnen brengen voor u allen. De verwachting is dat al komend jaar de Surinaamse economie marginaal zal groeien. Om dit allemaal
goed te kunnen ontwikkelen, voeren wij als regering constant overleg met werkgevers en werknemers. De doorgevoerde belastingverlagingen hebben een groot verschil gemaakt. De belastingverlichting was nodig om de koopkracht te versterken. Door de belastingen laag te houden, houdt u nu meer geld over in uw portemonnee. En recentelijk is hiernaast nog in tripartiet verband de salarisaanpassing besproken en ook aangenomen en uitgevoerd. De komende periode zal de regering hoog in het vaandel dragen dialoog, samenwerking, participatie, inclusiviteit, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in alle lagen binnen de Surinaamse samenleving. De arbeidende klasse gaat een zeer uitdagende periode tegemoet. Vanuit de regering zijn er 200 projecten geïnitieerd en goedgekeurd. Die moeten allemaal worden uitgevoerd. Deze projecten kunnen niet worden uitgevoerd zonder u, zonder de arbeiders. Dus er zal een vraag zijn naar arbeiders. Rokomananga, Rokouma, er staan ons enorme uitdagingen te wachten. Bradananga Sisa, treffen jullie ook uw voorbereidingen? Laat u trainen, laat u opleiden, specialiseert u zodat u gereed bent voor de kansen, zodat u ook zo goed mogelijk kan inspelen hierop. Als wij niet goed zijn voorbereid, zullen anderen helaas hierop inspelen en zullen we kansen missen. Sranamangs, op deze dag van arbeid wil ik u vragen om na te gaan hoe u als arbeidende klasse het beste kunt inspelen op deze kansen. In tripartiet verband kunnen we samen plannen beramen en uitvoeren. We zijn als land in deze fase beland om onze economie samen ter hand te nemen. We moeten gaan produceren om de economie tot bloei te brengen. Lobby brada ngasisa. Mek uspa anu makandra. Fucharu unu konregona fesi. Nanga gado lek u fesi man. Grantangi. God bless you all.